Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Het is alweer een maand geleden dat we onze laatste aankoop deden in ons kijkersportfolio. En dus is het weer tijd om in deze video opnieuw €250 te investeren. In deze video gaan we dan eerst kijken naar hoe ons portfolio ervoor staat. We zijn inmiddels 3 maanden bezig waarin we telkens elke maand €250 inleggen. Even kijken dus hoe het gaat met de aandelen die we gekocht hebben en welke rendementen we behaald hebben. Vervolgens gaan we kijken naar welk aandeel ik deze maand interessant vind om toe te voegen aan het portfolio. En we sluiten de video af met de aankoop van dat aandeel. Weer genoeg te bespreken dus. Dus laten we snel beginnen. En laten we eerst gaan kijken naar mijn portfolio wat we tot nu toe hebben opgebouwd. Ik doe dat via de Giro, de broker die ik gebruik voor de aankoop van de meeste van mijn aandelen. Net zoals 1 miljoen andere trouwens. Wil je nou ook beginnen met beleggen? Je kunt gratis een account openen bij de Giro via de link onder deze video. Nou, we zien dat we inmiddels €1000 in het account hebben staan, iets meer dan €1000 zelfs. Ik heb vanochtend al €250 gestort voor de nieuwe aankoop. In mijn portefeuille zit nu €746 en dan nog €305 in de vrije ruimte, want er stond ook nog €60 van de vorige maand. Wat we zien is dat we inmiddels dus bijna €52 in de plus staan, wat betekent net geen 7% rendement sinds een maand of 3 geleden dus. Nou, bekijken we de losse posities, dan zien we dat Microsoft het gewoon erg goed doet. Vorige maand heb ik dat gekocht en nu al 10% rendement. Ook de iShares Core World ETF doet het goed met 6,8%. En dat is best wel heel erg goed zelfs voor zo'n breed gespreide ETF. En tenslotte de VanEck Semiconductor ETF met 9,9% rendement. Natuurlijk wel in een periode van chiptekorten en daar kunnen we dus volop van profiteren met deze ETF. En we hebben nu dus al een hele brede spreiding met die iShares Core World ETF. We hebben al een bepaalde sector van de semiconductors en we hebben een specifiek bedrijf in de techsector vanwege Microsoft. En dus ben ik voor deze maand op zoek naar een nieuw aandeel, een ander aandeel. Een aandeel in een nieuwe sector, een aandeel met dividend, maar toch ook wel met groeimogelijkheden. En daarom heb ik deze maand gekozen voor Merck & Co. met tickersymbool MRK. Merck & Co. is een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. In 1954 openden ze het eerste kantoor in Nederland. Hier is het eigenlijk vooral beter bekend onder de naam MSD. Inmiddels hebben ze in Nederland 4 locaties en werken er 6.000 mensen, alleen in Nederland dus al. Wereldwijd werken er 74.000 mensen, waarvan er bijna 17.000 bezig zijn met research en development. Merck ontwikkelt en verkoopt medicijnen, vaccins en biologische therapieën, met de nadruk eigenlijk op producten voor de gezondheid van vrouwen en dieren. Ze werkten ook aan 2 coronavaccins, maar zijn daar eerder dit jaar mee gestopt, naar wat tegenvallende resultaten. En het is dus een bedrijf met een lange geschiedenis, trouwens niet alleen van het bedrijf zelf, maar ook zeker van de winstgevendheid en het uitbetalen van dividend. Kijken we dan even naar de koers van het afgelopen jaar in dit geval, dan zien we dat we best wel wat bewegingen hebben gehad, maar hij blijft telkens tussen de $88 op het hoogtepunt en boven de $72 op het dieptepunt, waarbij we nu dus rond de $76 iets lager zitten dan de $80 een jaar geleden, net nog voor de coronacrisis. En de crisis heeft ook wel een impact gehad op het bedrijf, want het bedrijf verkocht gewoon minder medicijnen. Patiënten gaan minder vaak naar de dokter, waardoor er ook minder vaak medicijnen worden voorgeschreven. Of mensen hebben nog niet de diagnose gehad die ze misschien over een tijdje wel gaan krijgen als ze naar de dokter gaan. Nou, dat zien we dus ook gewoon terug in de koers. Maar het feit dat het onderzoek naar een coronavaccin werd gestopt, zien we hier wel trouwens duidelijk in de koers. Want dat was namelijk eind januari en dat verklaart de grote daling in het aandeel eigenlijk in de weken daarna. Kijken we dan echt naar de cijfers en dan de cijfers van de laatste jaren, dan zien we dat de omzet in 2020 lag op 48 miljard en dat het eigenlijk de laatste jaren telkens ook wat toenam. De kosten van de omzet zijn relatief laag, waardoor er dus een hele goede bruto winst overblijft van 34,5 miljard het afgelopen jaar. En nadat daar nog de kosten van afgaan, bleef er net geen 16 miljard over. Wat een verdubbeling is van het dieptepunt in 2017, toen de winst 8 miljard was. Kijken we wat verder naar de cijfers, dan zien we een omzet per aandeel van net geen $19, waardoor het aandeel gewaardeerd is op 4 keer price to sales. Per aandeel zien we dan een winst van $2,79, een stukje lager dan in 2019, toen het nog $3,84 was. En kijken we naar het dividend, een van de redenen waarom ik dit aandeel heb gekozen, dan zien we een stijgende trend.
Vorig jaar was het dividend $2,44 en dat is ieder jaar toegenomen sinds 2011, toen het nog $1,52 was. Iets verder in de informatie heb ik zelfs gevonden dat het de laatste 11 jaar al ieder jaar is toegenomen. En we zien dat het dividend dus ook erg belangrijk is, waarbij de payout ratio een beetje tussen de 60% en 80% ligt op wat uitschieters na. In de jaren dat er juist veel of weinig winst werd gemaakt, gaan die percentages iets anders zijn. Maar allemaal al wel een mooi ratio. Dus laten we even zeggen, afgerond 70% van de winst gaat naar de aandeelhouders. En er blijft dus ook nog 30% over om in het bedrijf zelf te investeren, om in groei te investeren. En kort samengevat is het dan ook geen aandeel wat heel erg populair is, wat heel erg veel in het nieuws komt. Maar dat is eigenlijk ook een beetje wat we zoeken. We zoeken een wat meer stabieler aandeel, wat meer dividend, maar toch ook groeimogelijkheden. Het is een bedrijf en een aandeel wat qua omzet een beetje met 6% per jaar groeit. Dat is gewoon heel erg mooi. Niks aparts, maar ja, genoeg om in ieder geval in te investeren. Het is een stabiel bedrijf. Een bedrijf met een historie, maar ook een historie dus wat betreft winstgevendheid en dividend. En een dividend dat ook telkens de laatste jaren toeneemt. En het is waarschijnlijk ook om die reden dat Warren Buffett er vorig jaar heeft in geïnvesteerd. Hij had aan het einde van het derde kwartaal een belang van 1,8 miljard in de bedrijven AbbVie, BMS en in Merck. En eigenlijk op dat moment heeft hij juist bankaandelen verkocht en dus posities in deze bedrijven genomen. En het lijkt me dus ook een heel stabiel aandeel. Een aandeel voor wat meer spreiding en dus ook minder risico in onze portefeuille. Maar dat wil niet zeggen dus dat er ook minder groeimogelijkheden zijn. Of dat er überhaupt geen groeimogelijkheden zijn. Want kijken we naar wat analisten verwachten, dan is het een beetje afhankelijk van welke website je bekijkt. Maar er is altijd wel een behoorlijke upside. Kijken we op TipRanks, dan zien we 4 analisten met een gemiddeld koersdoel van $93. Wat een upside van zo'n 22% betekent. Op Seeking Alpha zien we 23 analisten die vooral positief zijn over het aandeel met een gemiddeld koersdoel van $96, oftewel een upside van 26%. En op Simply Wall Street zien we dat het aandeel ver ondergewaardeerd zou zijn volgens hun methode. Volgens hun methode komt het zelfs uit op 53% ondergewaardeerd, want zij schatten de fair value in op $163. Het is dus een beetje afhankelijk van welke website je volgt, maar laten we zeggen dat een koers van tussen de $90 en $100 het koersdoel is voor de komende 12 maanden. Wat dus betekent dat er 20% tot 30% upside nog is voor het aandeel. En voordat we het aandeel ook gaan kopen en ons overzicht gaan bijwerken, wil ik je vragen, vind je het een leuke, informatieve video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden en ik meer van dit soort video's kan maken. En wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Zorg dan dat je klikt op abonneren onder deze video, om nooit meer een video te missen. Gaan we nu over naar de Giro om de aankoop te doen van dit aandeel. We zijn nu ingelogd bij de Giro en we zien hier het actuele overzicht van mijn portefeuille. Iets andere getallen als die ik eerder in de video noemde, maar dat was omdat ik de video vanochtend heb voorbereid. Inmiddels is de beurs open en zijn de koersen dus een beetje verschillend. Microsoft doet het vandaag weer goed, terwijl bijvoorbeeld de semiconductor vandaag in de min staat. Maar wij willen dus op zoek gaan naar het aandeel van deze week, of deze maand moet ik zeggen, en dat is Merck. Dan gaan we even kijken op de New York Stock Exchange met MRK had ik gezegd. Dus we klikken het aandeel aan. Dan zien we dat het nog steeds zo rond de $76 is. Dat willen we dus kopen. We klikken op koop. We gaan voor een dagorder en we willen het, even kijken, voor maximaal deze prijs. Dan wil ik, ik denk 4 aandelen, omdat ik met 5 aandelen net boven de 300 kom. Terwijl we 305 hebben, dus dat gaan we niet halen. Dus we gaan over naar 4 aandelen kopen. Ik plaats mijn order, ik controleer het even. 4 stuks, een limit order vandaag tegen maximaal die koers. En de geschatte kosten komen uit op 51 cent, dus dat bevestig ik. Wacht ik heel even en dan zien we al meteen rechtsboven een bevestiging komen dat het is uitgevoerd. Dan gaan we hier, zien we de transactie, maar ik wil zelf even mijn portefeuille weer bekijken. En dan staat hier boven Microsoft, hebben we inmiddels dus 4 aandelen gekocht voor $76.46. En hebben we dus de aankoop voor deze maand weer gedaan. We staan een beetje in de min, maar dat komt door de kosten. En kijken we naar deze screenshots, dan zien we inmiddels dat het overzicht ook is bijgewerkt. Het overzicht waar ik alle aankopen bijhoud die we doen in het kijkersportfolio. We hebben inmiddels dus €1000 ingelegd. Hadden we dat telkens in VWRL geïnvesteerd, de wereldwijde ETF van Vanguard, dan hadden we nu €1034 gehad. Maar wij hebben dus telkens eigen aankopen gedaan, waarbij we dus zien dat we de afgelopen maand de semiconductor ETF en Microsoft het erg goed deden met een groei van 9% en 10%.
Ik heb de aankopen ook weer ingevuld. We hebben dus 4 aandelen van Merck gekocht van €64 en 20 eurocent per stuk. Dat brengt ons totale portfolio op €1059, inclusief nog wat cash dat we hebben. En dat is zo'n 2,4% meer dan wanneer we alleen in VWRL hadden gekocht, geïnvesteerd. Dus dat gaat goed, maar het wisselt ook wel een beetje af om en om de maand zoals je ziet. En ben je op zoek naar meer informatie, zoals bijvoorbeeld een link om een account te openen bij de Giro of de Investor Relations pagina van Merck, die vind je trouwens ook onder deze video terug. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Laat in de reacties onder deze video weten wat je van deze video vond. Heb je nog tips, feedback, misschien wel interessante aandelen. Misschien wel interessante aandelen waar ik de volgende maand naar moet kijken. Laat dat dan weten in de reacties, zodat we allemaal van elkaar kunnen leren. Zijn we daarmee dus aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik welke video's jullie interessant vinden. Maar daarmee help je ook het kanaal. En wil je nou nog meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, zorg dan dat je je abonneert met de knop onder deze video. Op die manier mis je nooit meer een video en zul je dus ook zien wat we de komende maand weer gaan kopen met opnieuw €250. Nogmaals bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.